Hoi, 1 juli was het ook komkommerdag. Alleen die hebben we toen niet getekend. Dus ik dacht, laten we die vandaag eens gaan tekenen. De komkommer. En ja, dat lijkt me nou niet zo moeilijk, maar het kan nog best wel tegenvallen. Doe je mee? Gaan we een komkommer tekenen? Komkommerdag. Ja, komkommertijd. Ja, dat is er nu wel een beetje. De komkommers zijn trouwens weer goedkoop in de winkel. Laten we eens een komkommer tekenen. Nou ja, dat is nog niet zo heel makkelijk volgens mij. Het is in ieder geval een lange vrucht. Zo, ik wil hier wat schijfjes komkommer bijleggen. Laat ik dit dan eerst maar eens even tekenen. Zo. En daar zitten dan helemaal die pitachtige dingetjes in zo. Het zijn pitjes natuurlijk. Ja. Zo. Die schil is dan wat donkerder natuurlijk. Die komkommer zelf natuurlijk ook, maar. Kijken of we dat dadelijk misschien nog enigszins. Er zijn drie van die kamers zitten er in zo'n komkommer partje. Zo. Dan zegt u hier gewoon onder ook nog een stuk komkommer zo. En dan denk ik dat we zo'n aardige beeld hebben van een komkommer. Daar zit ook wel wat reflectie op die komkommer. Dat kan ook best. Nou, ik denk dat we zo'n aardige komkommer hebben met komkommerschijfjes. Ik ben hier die zaaddozen nog vergeten. Komkommer zo. Ik zou zeggen, ik weet niet of je thuis ook een komkommer toevallig in de koelkast hebt liggen. Probeer hem eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.